Als er vandaag één ding duidelijk wordt, dan is het dat het asielbeleid in dit land volledig heeft gefaald. Op het moment dat er oorlog uitbreekt in Europa, moeten we vaststellen dat de 30.000 peperdure opvangplaatsen die we hebben in dit land, dat die allemaal vol zitten met niet-Europeanen. En dat er onder die niet-Europeanen, jullie willen het misschien niet horen, maar het is zo, heel veel fraudeurs zitten en zelfs geweldenaars. Want de afgelopen 2 dagen waren er rellen in het asielcentrum in Poelkapelle, waar 100 Afghanen en Palestijnen met elkaar op de vuist gingen, zelfs met verboden wapens. En als ze dan achteraf de gewonden naar het ziekenhuis brachten, op kosten natuurlijk van de Vlaming, dan vochten ze zelfs in het ziekenhuis op de spoeddienst verder. Vindt u het normaal dat Vlamingen die hun factuur al niet meer kunnen betalen voor energie, dat die moeten opdraaien voor de factuur van de opvang van die fraudeurs en geweldenaars? Vindt u het normaal dat er Oekraïners in de kou blijven staan omdat wij onze opvangplaatsen volsteken met die fraudeurs en geweldenaars? Wel, ik...